Maar waarom heb jij zo vaak? Dat heb ik niet gedaan, hè. Waarom heb jij zo vaak gezeten? Ja, ik ben dus altijd de lul, maar nee, niet altijd. Ik ben blij dat je het elke keer door hebt. Waarom zat jij zo vaak te prikken? Waarom was dat? Wat de reden? Ja, ze dacht de lul. Maar laat het hoor, niet aan mij nou. Jeez. Je hebt ook veel hoor. Ja, ik heb mezelf ook goed gezet. Ik zag jou, toen dacht ik doe het. Toen dacht ik, hij heeft zijn stukken op, maar hij heeft gewoon maar een heel mini stukje en zo gegeven. Dan kan je zelf niet beheersen. Nee. Ja. Nou en nou, die waar heb je die rechtsveld gehad? Nee, maar. Echt? Je hebt zo'n goede rechtsveld gedaan. Ik weet het, heb je al geproefd dan? Ja. Gaan we proeven. Jij maar was eerst. Ik heb al geproefd. En is het spang? Ja. Spangelang. Oké, jongens, thanks voor de taart en op iedereen zijn gezondheid. Ja. Wel een beetje extra. Ja, oké. Die appel was lekker, man. Ja, oké, man. Waarom ga je daar zitten? Ja, het komt gewoon bij ons. Nou, omdat je het zo graag mag opmaken. Let's go, dit pakket. Let's go. Geef mij ook maar eentje dan. Ja. Is het een birthday pakket? Denk je? Nee, niet. We always like that. Oeh, twee schoenendozen per doos. Oeh, dat klinkt als kerst. Oh, wat is het? Wat is het? Oh, is het een sandalie? Oh, ik vind deze wel leuk. Zijn cute? Dit zijn heel cute. Dit gaat heel goed op een cruise. Dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed op een cruise. Dit gaat echt helemaal zo flapper de flapper de flapper de flap. Ik laat gewoon elke keer eentje erin. Ja, precies. Net als in een echte winkel. Zo. Sneakertop! Ik vind dit leuk! Ja, die zijn leuk. Die zijn eigenlijk een beetje zo, die Adidasjes, die hebben nou tegenwoordig ook van een dikke veter. Ja, en Puma er ook. Ja. Nou ja, zij dus ook. Zij dus ook. Ja, wij zijn gewoon heel erg scherpe analisten. We zeggen wat we zien. Ik vind het wel leuk hoor. Ja. Deze ga ik morgen aandoen al. Dat is ook een mooie kleur. Mooie kleur, past goed bij mijn skin tone. Ja. Oké, andere doos. En ze vinden, je bent, oh kijk hier, gewoon een kaarsje. Met een uitleg. Ik denk... Ja? Dat dit? Dit is het, dat is het zakje? Ik dacht dat dit heels zijn. Oh my god. Accessories. Heel lieve Nienke, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Vandaag draait alles om jou en de geweldige dingen die je doet. Geniet en vergeet niet te stylen zoals alleen jij dat kunt. Hier komen onze fantastische items nog van pas. Hopelijk komen onze fantastische items nog van pas. En anders ben jij in ieder geval klaar voor het mooie weer. Heel veel liefs. Isabel. Chinees van Steve. Oké. Like it. It's glitz and glam. Oh, dat is cute. Zet je initials? Ja, nee, niet van mij. Maar... Nee, Steve Madden. Oh, ik vind dit heel leuk. Dit voelt heel verjaardag. Ja. Oh, handig, altijd. Oh my god, doe zo'n mascara. Beetje uitgelopen, maar oké. Okay. Een lippenbalm. Oh, voor Resli, want ik ben hem eens op. Zoek het uit, pak de mijne niet. En last but not least. Oh, dit is... Zo zie je mijn bloeden, dat is het jou voor je verjaardag geven. Omdat een jaartje ouder, dus take care of yourself, vind ik zo goed. Ik moet ze in de koelkast leggen ook. Ja? Ja, oh, en een soort sluit. En we hebben nog een doos. Ja, jij moet gaan wat het is. Dit zijn flipflops. Ik heb een stiekem sneak peek gedaan. Oh, je hebt gekeken al? Ja. My god, girl. En? Is het flipflop? Ik weet het niet. Nee, dat is heel leuk. Zo ben je een hater. Ja? Ja, het kan heel leuk zijn onder zo'n beetje zo'n geripte jeans, weet je wel, zo'n wit blouseje. Of een baggy jeans. Ja, dat zeg ik, zo'n jeans, zo'n geripte jeans. Ja, is heel leuk. En dan lijkt je tenen ook nog leuker met dit puntje. Jawel. Heb jij, zag ik het dan laatst bij jou, zo'n spijkerbroek en dan doen ze van die pumps onder dus een baggy jeans, maar dan doen ze dit zo vast. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan met een shoot, maar het is heel leuk. Ja. Ja, is niet met dit, want hier zit het niet bij. Nee, ik vind het leuk hoor. Ja? Dit is ook een cruise elementje. Klopt. Als jij een sushi sake dinner gaat innen, dan give me sushi sake vibes. Dat dacht ik ook. Voor iedereen die denkt, dit is geen reclame. Dit is no spon gekregen. Omdat ik het verdien. Omdat ik een lieve meid ben. Dus. Het is laat. We waren bij Ajax. Normaal ben ik altijd blij. Maar laat het maar maanden. Word ik een beetje chagrijnig ervan. We zitten in een dip met de club. Maar je blijft achter de boys staan, no matter what. Tenminste, dat zeg eens. Ik wil overstappen op een andere. Gewoon even een seizoenetje. Totdat het weer lekker gaat, dan kom ik terug. Andere clubs hebben ook de kleur rood en wit. Als je zo doet en ik heb mijn shirt aan, zie je niet eens van welke
Ja. Wie? Het van is op. Toch? PSV heeft toch ook wit en rood, dacht ik. Je blendt gewoon weg met zo'n sjaal. Ik bedoel, ik kan het helemaal gewoon naast me neerleggen. Ik heb geen aandelen erin of zo, dus boeien. Zo, ik heb hier het scriptje. 25 pagina's, schoon aan de haak. Nou, het is toch weer 12 dagen geleden dat ik gespeeld heb. Dus voor een zaaltje. Dit is de grootste zaal tot nu toe ooit, toch? Ja, want Chaussee is 1200. 1200 en we zijn daar overheen. Dus ja, dat is wel echt geweldig. Dus we moeten gefocust zijn. Ik ga ook alle stress nu loslaten die ik heb opgebouwd de afgelopen uren. Toen ik in het huis was, zag dat er nog allemaal dingen moest gebeuren terwijl we dit weekend willen verhuizen. Ik heb die gebeld. Allemaal zeggen ze, doe zo met hun vingertje. Nee, maar dan moet je bij die zijn. Eindstand. Ben geen steek verder, maar ik heb wel mijn frustratie lekker eruit kunnen blaten. Wat is het rustig hier, joh. Ja, hier wel, maar dit is zijtoneel niet. Jeetje, je hoort helemaal niks. Als hier veel mensen zijn, dan is het niet goed, hè? Nee, klopt. We lopen even van deze kant naar de overkant, dan zien we. Ik ga natuurlijk niet verder, hè? Tik hem aan eens. Heel veel plezier, hè? Ja, ik zal ervan genieten. Ik weet niet hoe het kan, maar ik heb een beetje te... Ik weet het... Ik ken niet eens aan mijn woorden komen. Nou, het komt straks hopelijk allemaal goed. Er zitten maar 1400 mensen, dus... Gaat hij heen nou? Op zijn sokken. Betrapt. Op zijn sokjes. Ja, ik heb mijn slippers niet bij me. Dus ik ga eigenlijk, ja, stom, ik had ook een slof mee moeten nemen. Waar gaan we zitten dan? Je hebt er gewoon je jas aan. Ja, ik heb het een beetje koud natuurlijk. We gaan hier maar zitten. Jij hebt gewoon... Ik was al onderweg, maar toen dacht ik, oh, ik heb het opener. Oh, slim, ja. Oh. Wat een bijzonder. Badrand eventjes. Nee, dat wel. Dit hotel zit midden in een Rondwijk. Nou, dank. Okay, dat heb ik al over. Cheerio. Anders moet je uit de fles. Op een uitje. Santé, mensen. Santé. Wat grappig dat die mensen in de zaal gingen zingen voor mijn verjaardag. Ja, hadden we afgesproken met z'n allen in de zaal. Niet waar, nee. Er ging een briefje rond. Doe je ook mee? Doe je ook mee. Ik heb niet gezongen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat, ik hoorde het ook niet. Dat is wel echt teleurstellend. Ja, de mooie lage tonen. Ja, wat een takkenveel licht. Even serieus, het lijkt alsof we in een of andere sauna zitten met... Dat komt door die. Mijn god, hé. God, toch. Nou, is leuk. Wel goed licht voor de video. Dat wel. Ja. Heb je wat? Heb ik wat? Heb je onder je nagel zitten? Nee, ik ging naast mijn neus. Ik ging niet in mijn neus. Want geloof me, als ik in mijn neus ga, heb ik altijd winst. Altijd prijzen. Wat is het? Het is 1-1. Die mensen komen gewoon nu nog hier. Ja, de best of Britain. Oh, dat is... Leuk. Weet je ook kennen, weet je. Ja, geweldig. Wat leuk. Ja. Nou, wij hebben ook theater gedaan. Ja. In Groningen, hoor. Groningen, sorry. Groningen. Dat hebben jullie niet gezien. Nee, dat is ook wel leuk, toch? Ja, dat is zeker. Ja, dat is heel leuk. Dat is ook een concert van hier. Nee, het was een comedian. Dus oh, dat kan ook leuk zijn. Nou ja, zeker. Ja. Hebben erg gelachen. Ja, leuk. Dat is belangrijk, hè? Ja, zeker. Het allerbelangrijkste, ja. Dus dat is wel lekker. Ja. Ja. Ja, maar goede muzikanten. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Supergoede muzikanten. Ja, dat zijn wel de beste van Nederland. Er staat ook we noemen hem altijd de braad. De blazer, ja, ik weet niet. Ja, die percussie, al die dingen, daar hij is echt veel. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja, de beste goeie gitarist. Ja, dat is echt wel af. Dat is superleuk. Nou, goed zo. Ja. Genoten. Hebben weer een mooie blijvers. Ja. Ja. Nou, fijne avond. Hetzelfde. Ja, jongens. Lekker. Doei. Ja, de deur kan dicht, hè, want we zijn binnen. Ja, ja, precies. Ja, precies. Nou, wij zijn niet van hier, hoor. Oh. Die dames zijn daar misschien ook geweest, die zo'n Lazarus. Die waren... Lazarus, maar die waren gewoon giebelig. Jij maakte van Lazarus. Die hadden wel... Ja, ik heb hun echt zo in hun gezicht aangekeken. Ja? Die hadden wel een paar wijntjes op. Meer dan dat jij nu uit die fles loopt. Dit is mijn tweede wijntje. Ja. Dit was wel een open fles, hè?
Hij was op de helft, ja. Oké, ik wil net zeggen, ik heb het helemaal op wel besuiken. Zo asociaal om dan een volle pakken. Maar ja, ik heb ook volle flesjes bier gepakt. Ja. Ga je er nog eentje nemen? Dit is 2,5. Nee, dit is mijn tweede. Ik heb nog ik zit op anderhalf nu. Anderhalf eindje. Ik vind het netjes. Wil je toch een biertje pakken? Dan ga ik er nog eentje aan. Pak maar. Ja, ik wacht wel. Even wachten tot de mensen bij zijn. Dat is ongemak. Omdat jij op je sokken bent en jij zo, hallo. Ik ga even mijn biertje pakken. Mijn but. Mijn butje. But. Wat een naam ook voor bier. But. But bier. Maar het smaakt best prima. Hoor. Het smaakt naar kont. Hoe weet je dat nou? Ja, weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus let, dit is zeg maar hoe wit sokken zijn. Nou ja, we weten allemaal dat ik ben ook behoorlijk wit. Maar die body lotion, ik weet niet of je het kan zien. Is dit sunblock of zo? Het is gewoon onheer. Ik krijg het maar niet uitgespeerd. Het smells good though, maar... Misschien is het ook wel gewoon montagekit. Weet jij het? Het wordt vandaag dus lekker weer, hè? Ben je niet met je gezin en kinderen, maar helemaal in het hoge noorden. Boeien, ik doe ook gewoon lekker hetzelfde wat ik gisteravond aantrok om een fotootje te maken met de mensen. Dat is lekker met een korte mouw. Ik vind het gescheten. Oh, het is eigenlijk gesneden volgens mij. Ik zeg heel vaak, ja ik vind het wel gescheten. En dan hoor ik Wesley een ander moment zeggen, ja ik vind het ook wel gesneden. En dan denk ik echt, wie doet het nou verkeerd? Die van mij klinkt wel leuker. Het gebeurt de laatste tijd vaker. Ik heb al een onderhoudsbeurt ingepland. Maar dan geeft hij in één keer een melding, dan is hij in de war. Gaat hij aan, gaat hij niet aan? Dan zegt hij in één keer ja aan en dan gaat hij weer uit. Ik heb de pechhulpdienst al ingeschakeld, want ik wil ook nog even terugrijden naar Groningen, want ik ben daar... Ja, ik weet het. Er is iets met je aan de hand, maar ik weet niet wat. Ik ben mijn wenkbrauwpotje daar vergeten en... Het is net te duur om te denken, laat maar. En dit stagneert ook de start van mijn dag. 12V accuvoltage laag. Breng uw voertuig veilig in stilstand. Ik sta al stil. Ik ben nog niet eens weg geweest. Ik heb de hele nacht geladen ook. Het blijven toch een soort van computers, hè, die elektrische auto's. Ik kan niet meer aan. Ik weet het niet meer. Ik heb moeite. Ik ga wel uit. Weet je, ik ga wel weer aan. Ik doe uit. Nee, geintje aan. Oké, daar gaat hij. Hij heeft me gewoon geholpen, deze guy. Riemen vast. En gaan. Hij wil zeker dat ik voor hem ga rijden. Ga nou maar rijden, dan weet ik zeker dat je wegkomt. Dag! Ja. Hij zette één pinnetje op een accu'tje en hij deed het weer. Ja, oké. Okay. Surinaams of het andere. Terwijl ik een drop... Wat is het? Drop toffee. Je kan niet praten tegelijk. Dat gaat niet. Het zit helemaal geplakt. Maar het is zo lekker snoepje. Goedemorgen. He. Ik ben ook even naar Zwolle gereden. Ja, dat weet ik. Hij was er niet. Nee. Of zijn geluk. Ja. Ik... Het geluk van heel de zaal. Omdat jij anders nu in Zwolle had. Opgepakt, klopt. Dat willen we ook niet. Ja, dat zou ik jou eens even vertellen. Zo, hè? Het gaat helemaal tot je innerste ziel. Daar zit het aan vast. Nee, ik begon mijn trip bij een tweedehands winkel. Ik denk, even kijken, snuisterijen, vind ik altijd leuk. Ben ik dat gaan doen? Ik zal straks even laten zien wat ik heb gescoord. Daarna dacht ik, ja, voor een tientje, 5 items. Vind ik een mooi score. En toen dacht ik, ik rijd door naar Zwolle. Wij hebben die toogdeuren bij ons op kantoor waar het glas en lood in komt. De beste man die dat maakt. Er zijn wat hobbels op de weg gekomen. Hij is een keer ziek geweest, geopereerd. Nou, echt geen leuke dingen natuurlijk. Maar alles is weer goed. Maar het duurt en het duurt en het duurt. En hij communiceert slecht. Nooit terugbellen, alles is alleen maar op de app. Dat vind ik vermoeiend. Neem je telefoon op, laten we een gesprek voeren. Dus ik denk, ik rijd er naartoe. Staan daar een hele bubs mensen, een soort van glas en lood, workshop te doen. En een meisje, hallo, kan ik je helpen? Ik zeg, ik ben op zoek naar deze man. Die is net weg. Ik denk, oh. Dus ik vraag haar, weet jij de status-update van die deuren? Ja hoor, ik ben bezig met het laatste bril en dan gaan we het tussen het glas zetten, bla bla bla, uitleg. Maar volgende week gaan we verhuizen. Ik dacht, goh, jullie ook. Dus dat gaat waarschijnlijk een weekje overheen. Dus ik zeg, heb je een indicatie? Ja, je krijgt waarschijnlijk volgende week een berichtje.
Dat is zetten ook, dat is geen status update. Nou ja, dus dat ze er bijna mee klaar zijn. Maar ik dacht echt, voor iets wat een jaar lang al uitloopt. En ik heb al 50% aanbetaald van die order. Ik vind dat, dan moet je toch een soort van prioriteit geven. Ik bedoel, je hebt wel dus de je kan dus wel heel veel dingen doen. Het is niet dat hij niks kan doen. Maar hij smeert het uit over allerlei andere dingen. Neemt hij 100 jobs aan. Maar zo werkt dat toch niet? Dat mag toch niet? Wat vind jij? Ja, dat heb ik gedaan, 50. Ja, dus alle klanten zullen dat moeten doen. Mm-hmm. Maar ik vind dat het wel op een volgorde van het aannemen van orders moet worden afgehandeld. Juist. En je spreekt ergens met elkaar een leverdatum af. Nou, die bij jullie al afgesproken was 1 maart 2023. Wij zitten nu net iets verder. Hoe weet jij dat het 1 maart was? Ik wil niet zeggen, dat was helemaal niet maart. Maar in ieder geval, we zijn wel een jaar voorbij. Ja, maar dan vind ik ook, dan mocht je ook geen cursussen aannemen. Dat jij op zaterdag lekker mensen, dan moet je ook je personeel aan de bak op zaterdag aan de orders die nog lopen. Aan het werk wat nog afgemaakt moet worden. Dat vind ik dan. Is toch maf. Ik heb hem dus niet gezien, helaas. Dus er is nog veel vuur in mij voor vanavond. Ja, het is een hoop zooi. Maar niet mijn dingetjes die ik ga halen bij de thrift shop hoor. Zit er geen bij in? Ja, een ratelslang. Dit is toch leuk, dat kost geen drol, joh. Ja. Nou, oké, okay, 4,50 maar. Oh, deze heb klem gezeten. Die was. Ja, die heb klem gezeten. Die was er rond toen je hem kocht. Dat vind ik ook een leuke pot. Ik heb hem goed vast. Vind ik een leuke pot. Zo'n mooi smal, kan je wat in doen. Ja, het is een hele mooie beeld als die hier nu op de grond valt. Ja, maar deze was 2,50. Dus 2 euro hier. Het is allemaal. Wat een prijsjes, hè? Haar van iemand erbij. Nou, de gaten zijn voor niets. Nee, maar hier. Kost eigenlijk niks, joh. Kijk hoe schattig. Ja, dat is een Indonesisch kereltje. Ik denk dat. Daar kan je altijd wel iets. Jij ja, koopt zeker nooit wat in tweedehands winkels. Nooit. Nou, dat is. Het is wel waar. Ja of nee? Het is een antwoord, zeg maar. Ja, maar. Ja, je doet het of je doet het niet? Ik doe het niet. Nee, ik koop er nooit iets. Maar het is niet omdat ik het niet zou willen. Maar we komen gewoon niet. Dus ja, dan koop ik. Maar als ik tegen jou zeg dat dit 2 euro is. En als je tegen jou een wijfje zegt, maar dan gaat ze. Ik vind dit irritant. Dus. Weet je wel, het is irritant met schoonmaken, dus dat moet je niet hebben. Oké, alright. Nou, maar je weet wel dat het zo werkt, het, hè? Huis aankleden, dat is leuk. En dit vond ik helemaal een goeie. Dan heb je mooi een wand met allemaal lijstjes en dan heb je zo'n stuk hout. Oh, dat is wel leuk, ja. Oh, dat vind je wel leuk? Ik vind het allemaal leuk, alleen. Dat moet je ermee, denk je. Ja, ik hoor je. Ja, ik vind we laten het hier prijs. Op in Wageningen. Hier, dit is een gele, bij mij is 1,50. Wat is dit? Het is een lijst. Oh, gewoon een lijst. Een lijst. Maar ik dacht wel. Ik dacht, wie staat hier op de foto? Zien jullie hier ook een persoon in? Ja, dit is heel diep ingezoomd op Regis kont. Dat is niet waar. Mensen zitten allemaal lekker in dat parkje, hé. Lekker te chillen. Geef ze ongelijk. Och. Mm-hmm. Gaan wij nu meteen ons eten faciliteren? Maar... Ja, heb jij nog geen honger? Jawel. Dan ik denk heb je dat die snoepjes helemaal zitten. Super goed patatje op hier zo. Ik ga het je laten zien, ik heb maar een fotootje gemaakt. Och god, nou, dit zijn twee soorten type mensen. Mensen die parels uit tweedehands winkels vinden en types die hun patat op de kiek zetten. Nou, ik kan jou vertellen dit wie ik liever ben. Heerlijk. Zo ziet het er ook uit, maar wij gaan dus nu iets anders eten. Dus ik weet niet waarom ik het laat zien. Om jaloers te maken. Is het goede recensies, heb je gekeken? Is het gewoon weer, je ziet de Surinaamse vlaggen en je denkt, let's go. Ik ga het opzoeken, maar we spoelen dit dadelijk even door. Kruimig, frietmakerij in Wageningen. Top. Fucking lang wachten, maar het is wel echt het wachten waard. Nou, top. Het ging heel snel het opzoeken, maar het wachten voor de patat is waarschijnlijk zo lang. Naar binnen nou. Nee, maar ik bedoel de wachten waard als in, ze heel even wachten als ze de patat hadden gebakken. Dus vers is het? Ja, het is zeker vers, ja. Dan zal het ook wel druk hoor. Ja, oké. Okay. Goed gesprek, Piet. Ja, we praten over eten waar ik dus helemaal niet van ga proeven, dus. Oeie! Zullen wij nou in een kleine zaal? Zijn we in een kleine zaal? Doe expres. Ik zou het niet te min voelen hoor, om in een kleine zaal te spelen. Hé, hey, we spelen ook wel in een kleine zaal. Ja, dat doen we ook met try-outen. En als we voor jouw familie en vrienden spelen, want die snappen dingen niet zo snel. Dus dat is een compact clubje. Dit is dus wat Patrick doet. Voor mensen die denken, wat doet hij eigenlijk? Schieten. Met een AK. Oh, ik zou even kunnen dutten. Ik vond dat we het
toch best wel vroeg op weg. En dan ben ik met een auto pech en een winkel hier en een misloop van iemand confronteren daar. Ik zou een dutje zou kunnen doen, echt. Och. Ja, ik had de auto pech, ja. Ja, iets met een kleine accu en het is opgelost hoor. Maar had niet gehoeven, Kia. Wat gebeurt hier? Kijk die body niet. Kijk dit broekje die ik heb gevonden. Kijk even. Dit broekje is wel echt lekker hoor, hij kijk het pontje. 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 Vielt iemand? Nee, dit hoor. Zijn er mensen die dat nu luisteren? Nee hoor. Nee, niemand. Is wel een lekker truitje hoor. Is een goed truitje gewoon. Je man is opeens gek op skiën. Nee, oh. Nee. Je moet het goed zeggen. Dus je kan maar beter het bewaren, dat is echt waar. Ja, neem maar hoe hij praat. Hoe hij praat, daar gaat het om. Oh, morgen gaan we jou dan vertellen. Hi El, hi! Leuk hoor, guys. Oh my god, jullie zitten helemaal in de opruimix. Brianna! Je komt heel dichtbij me staan, maar ik zeg dat ik last heb van mijn darmen. Dus ik vind. Ik zou mijn afstand te bewaren, vriend. Ja, dan kan ik toch die foto niet zien. Doe hem even airdrop in die foto. Nee! Nee, ik. Weg. Oh ja, hier. Oh ja, dat is wel heel mooi. We zijn nu echt bezig met uitpakken en alles. En kleren passen die je 2 jaar in een doos hebt gezien. Of niet meer hebt gezien, want het staat in een doos. En ja. Het zit helemaal niet meer mooi. Het is helemaal niet meer van nu. Helemaal even mode, ja. Dus als jullie volgende week iemand zien leuk voor wat je denkt, wat heb die aan? Dan is het Nienke. Zeker nee. Wel. 5 minuten? Ja. Wij gaan klaarstaan. Wat heb ik een leuke avond gehad. Een hele gezellige zaal. Heel leuk. Goede sfeer. Ik kreeg veel vragen over wanneer komt je derde voorstelling? En toen zei ik ook bijna. Nou, bijna. Ik ga ook wel pas try-outen. Maar ik voel wel druk. Want ik moet nog best wel veel grapjes op papier schrijven. Dit zijn de bloemen die ik van mijn schoonvader heb gekregen. En waarom hangt dit er zo slap bij? Wat is dit voor iets anders? Er zit water tot hierin, maar deze is echt. Dit is een zielig flutje. Oh, dit is echt zo'n. Dat gepeste kind in de klas. Van, ook een kind. Maar je ziet dat deze gewoon net even minder zin hebt. Dus ik moet water erbij doen. Dat is wat je moet doen. Ook als je een kind ziet dat gepest wordt, moet je ingrijpen. Dat is de taak. Pesten is niet oké. Ik zeg het ook heel vaak tegen Frankie, je mag echt niet pesten. Terwijl ik heb wel gepest als kind. Ik was ook eerst gepest en daarna ging ik pesten. Omdat ik dacht, hey, wow. Dus even kijken hoe het voelt. Nou, helemaal kut. Ik wist het al. Ik weet hoe heftig het was. Toch deed ik het. Maar nu je ouder bent. Zeg het tegen de kinderen, jongens. Zeg het ook tegen je neefjes en je nichtjes. Pesten is niet oké. Niemand wil deze persoon. Zo'n hangend hoofdje. Niemand wil die persoon zijn. Toch? Lekker bewateren. De bloemen, niet de gepeste kinderen. Je kan niet water over de gepeste kinderen gooien. Dat is extra vervelend. Dat is gek ook. Lopen. Niet draaien, kom op. Spannend wel, hè? Wow. Ik vind het spannend, maar het is net een enge film, hè? Je kan niet je ogen eraf houden. Ik vind het spannend allemaal. Nee, het is ook spannend. Oké. We komen dus achter dat er veel te veel. Dit is niet oké. Hoeveel speelgoed kan je hebben? Hoeveel gannoes? Hoeveel auto's? De kinderen zijn er nu niet bij, dus nu kan je gewoon weggooien zonder dat iemand gaat huilen. Dus we gaan het gewoon doen. Resty is helemaal blij, want er zit dus een cinema room. Maar we kijken Ajax en we worden ingemaakt door Feyenoord. Dus ik zou zeggen, zet het uit. Pijn. Dus we hebben je handjes nodig. Lekker hè? Ik kan met je kan niet in de speelgoed. Je gaat het nu gewoon bij elkaar gooien, gewoon. Nee, ik ga even kijken hoe het elkaar past. Oké. Okay. Ga je ze allemaal in? Daar zijn ze allemaal. Hallo. Mooi bijbel. Oh. 7-0.
van. Waarom vind je het zo leuk? Ik vind het niet leuk, ik vind het gênant. Ja, we kunnen beter lachen dan huilen. Wauw, kijk dit dan. Ik vind het leuk. Echt mooi. Ja, ik vind het wel leuk. Ik kijk heel ongelukkig hoor, dat weet ik wel. Oud was ik hier 11? Wauw. Ik zie hier risico wel novi hoor. Wow, kunnen we even overschakelen? Oh, en hier was ik in de eerste of de tweede. Ja, toch ging mijn wenkbrauwen even leren. Dus nu zie je, kijk, en daar ben ik helemaal een spetter. Wow, yo, heb ik een kijk, ik heb een piercing. Je had je piercing hier. Natuurlijk. Ja, oh my god, ja. Ja, dat is kleding. Oh. Baby nee. Dit is een beetje van je moeder. Moeder, ja. Je moeder. Ja, hè? Ja. Ja, ik lijk op die vrouw. Ah, blond haar. Maar ze is nog een natural blond. Dat vind ik echt cute. Pandan cake. Is het pandan? Zo noem je dat toch? Of is het pandan? Die pandan is toch geel? Als het groen is. Hmm. Ik dacht, oh, dan noem je een. Hoe noem je dit? Een. Dat is wel gelukt. Kijk hoe lang je dit speelgoed niet gezien hebt, Frankie. Ja, ik ben echt blij met dat ik hem zie. Snap ik. Deze Lambo met mat. Al die tijd zat het in een doos. Maar ik vind het zo raar. Dit is zo'n Lambo, een Italiaan. Dit is echt een Italiaanse Lambo, toch? Lambo is ook Italiaans. Is toch... Het is geen Engelse Lambo. Begreep ik, maar het is toch een Italiaanse vlag. Dat ook? Ja. Nee, het is heel nationalistisch. Italian. Lekker plat ook. Makkelijk. Ja, wil je van de kant gaan? Dan kan je zien naartoe staan. Doe maar pannen. Wee! Dit heb ik gemist. Deze heb ik nou gemist, Patty. Deze is zo leuk. Dit staat mij zo goed. Jij weet het. You know it. We moeten ook natuurlijk even kijken wat 100 jaar in de doos heb gezeten. Of het nog iets is. Ga je dit nog dragen? Het is wel cute. Het is wel een van een tijdje terug. Dat durf ik ook eerlijk te zeggen. Maar het is wel een hele mooie jurk. Ik had dit aan voor de kinderen. Is niet waar. Ik had Frankie al. Ja. Ik had Frankie al. Ja. Ik denk dat ik deze jurk 6 jaar heb. 6 jaar, 7, 8. Hij is nog steeds mooi. Deze oude. Dit is ook zo'n broek. Die heb ik ook wel heel lang. Wacht, je moet de onderkant zien. Dit was toen ik uitgenodigd was door het FHM. Toen dacht ik dat dit wel een hele sensuele broek was. Maar het probleem is, mijn bakken is gezakt. Zie je? Ik had ooit hogere bakken. Nu is hij lager gaan zitten, dus nu zit het zo weer uit. Ja, afscheid nemen bestaat wel. Deze gaat weg. Kijk iemand hier met mijn schoenen. Met mijn schoenen. Ik heb je net nog uitgelegd. My god, kijk hoe het staat. Kom er boven. Is het jouw maat? Ja. Ik heb het gewoon strak gestrikt naar mijn manier. Strak gestrikt? Ja. Jeetje, wat vind je ervan? Je wil het hebben. Ja. Het zijn mijn kwartas, hè? Kijk, toen was je mama 22, 23, kocht ze dit. We willen niet, best wel mooie trap, maar je moet een trap heb je. Dit is net lastig, hè? Want de onderkant is minder breed dan daarboven door een stom stukje lijst. Kijk maar. Kijk, dan heb je dit. Dus als je een traphekje wil doen, dan is het hier weer. Oh, ik moet trouwens allemaal gelijst. Dit moet nog even ertussen. Alles schoonmaken, jongen. Echt mensen de bouw. Ze beuken gewoon door je huis. Maakt ze niks uit. Ja, dit is moeilijk. Dit is lastig. Nu denk ik echt. Washandjes met tijripjes. Om de handjes van mijn kind. Want anders, ja, die slaapkamerdeuren hier. En oh, hallo, kiekeboe. Frankie komt nooit uit zijn bed. Maar ik heb het eerlijk nodig in houden. Dit zijn ander soort kinderen. Dit deurtje, dat deurtje open. Nee, dit moet. Dit moet. Beveiliging. Kijk. Oh, verkeerde knopje. Als we dan bij ons naar boven naar zolder gaan, dan is daar nog zo'n gevaarte. Oh, die kinderen en die voetjes. Dan denk ik, moet ik hier nou ook? Dit is toch zonde van het design? Ook hier ligt er gevaar op de loer. Als ik niet het hermetisch afsluit. Ja. Hoe breed. Ook hier tonde je keihard op je giecheltje. Ken je dat? Al je melktanden eruit. Vervroegd al aan het wisselen. Oh my god, nee, dat kunnen zo lelijk op pasfoto's komen als ik dit niet fix.
Ik zucht erbij, maar het is eigenlijk heel leuk. Ik kreeg net de klacht van mijn man dat ik mijn haar wel iets leuker had kunnen doen. En dat klopt. Ik kijk naar mezelf en een beetje emotieloze koep. Mijn pet is ook ergens res. Ik weet niet, ik ging mijn pet uitdoen tijdens het kleding passen en ik weet niet meer waar het is. Oh, dit is van Noofje. Oh, hij moet het eigenlijk zelf uitpakken. Oh. Nee, dat moet ik niet doen. Frankie, nee, dat moet ik echt niet doen. En dit is van Hardy. Zal ik de kaart dan zelf openmaken? Dat is wel leuk dan, hè? Lieve Nienke, ik ben een trouw kijkertje van je vlogs en ben vandaag eindelijk aanwezig bij je theatershow in Grun. Haha, ik ben een groot fan van al je vlogs omdat je lekker zelf blijft en spontaan overkomt. Ik heb een cadeautje meegenomen voor je dochtertje en nichtje, Sienna. Ik ben sinds kort samen met mijn schoonzus begonnen met een haaraccessoires. Voor meisjes, dit is geïnspireerd door onze eigen dochters. Wat ons anders maakt is dat wij bij elke aankoop minima steunen. Oh, wat is dat? Dat is iets. Dat gaan we even opzoeken. Kijk vooral op onze Insta als je enthousiast bent geworden. Oh, dat ben ik zeker. Deze cadeautjes waren volgens mij van een ander kijkertje, maar die heb ik gewoon bijgeknald. Sorry, niet dat ik niet betrokken ben, maar volgens mij was het anders. Dit was het met die haaraccessoires. Dat moet ik wel openmaken, ook al is mijn dochter met haar er nog niet bij. Ik kreeg ook hele andere lieve kaartjes, hele emotionele. Ja, ik zal niet alles delen, misschien willen ze dat wel niet, maar heel lief in ieder geval. Ja, dit is leuk, hè? Ik heb het koud, we hebben lang doorgewerkt in huis. Ik love dit. Oh, dit is cute voor de meid. Oh, dit is leuk. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Wat is dit dan? Is het dubbele beglazing? Is dat dan geïsoleerd glas? Volgens mij is dat dubbele beglazing is geïsoleerd glas, ja. Maar je kan altijd even googlen, dat doe ik ook. Als ik iets niet weet. Oh, dit is voor Sienna. Shit. Sorry, ik heb het opengemaakt. Oeps. Nou, kijk, kom maar even erin. Oh, wat leuk. Oh, geel. Dat staat daar ook heel goed natuurlijk. En... oh, deze vind ik heel leuk. Misschien vind ik deze leuker. Misschien... kan ik het ruilen voor iets van... Even kijken, ja. Ik ben in de war. Ik vind alles heel leuk. Maar ik vind deze ook echt heel schattig. En die zijn natuurlijk wat kleiner. Dat snap ik wel. Maar mijn dochter heeft ook een klein hoofd. Ik ben in een dilemma en jullie hebben dit nu gezien en jullie zijn medeplichtig aan mijn... Oké. Het gaat erom dat Sissy leuke dingetjes krijgt en Lele. Ik bepaal wel even wie wat krijgt. Oké, nou, dit wil ik sowieso voor mijn dochter, maar het zijn wel de kleinste. Of zijn die ook klein? Ook deze zijn ook klein. Zit je weer te puffen de hele tijd? Ja. Jij knettert hier de hele avond al. Is dat omdat ik mijn haar zo lelijk heb? Dit is een soort van wraak. Nee. Het is gewoon een beetje, ja, precies, kapot gaat van binnen. Eens even kijken. Inimin Mutte, 10 pond Gutte, 10 pond kaas. Ik wil deze allebei. Ja, dan is dit, ja, we geven Sissy gewoon dit. We geven haar het crème pakket. Zij is ook de gele strikjes. En dan gaat Lele er vandoor met roze en wit. En rondje strikken. Ik vind het nog steeds een complete set. Ja, helemaal leuk. Ja, ik voel me goed hierover. Ik heb het goed verdeeld. Toch? Ja, nee. Ik probeer mezelf te overtuigen dat het oké is wat ik doe, hè? Alright. Nee. Ik heb het eerlijk gedaan. Ik dacht, sowieso, die gele strikjes zie je veel beter in haar haar. Tenminste, niet veel beter, zie je ook wel bij Harley, maar die steken bij haar veel meer af. En toen dacht ik, kijk, er zaten bij deze twee. Maar ik vind, dat moet je splitten, dus ik heb deze set dan voor Sienna. Dan heeft ze ook roze, want ik had alleen maar roze. En dat zijn geen roze, dus nu heb ik een roze van mij gegeven en een champagneachtige genomen, zodat zij
ook roze heeft. En wat groter dan het kleine. En dan heb ik ons beertje geswitcht. Bruine beertje naar haar, gele beertje naar mij. Want ik denk dat dit wegvalt in Harley haar haar. En dan weer het okerbeeldje beertje meer opvalt. Nou, ik denk dat dit de beste combinatie is. Kleur, maat, shape en stil twinning. Ja, zo. Ja, dan zou ik denken, wat is het vaak opengemaakt, dit plakkertje? Klopt. Dat deed ik voor jou en je kind. Dus, take me later.